Rijkenvorsel. Ik ben de voorzitter van de wijkraad. En ik heb het hele proces van vallen en opstaan mogen meemaken van begin tot eind. Ik weet niet of dat u nog weet, een aantal jaren geleden stond er een krantenartikel in de Gelderlander dat we elkaar de buren niet kenden en dat het een vreselijke wijk was om te wonen. Want het was een Finex-wijk en iedereen ging heel de dag maar de wijk uit. Niemand kwam erin en het was een eenzaam bestaan hier. Nou, toen dacht ik, dan moet ik wat aan gaan doen. Dus toen ben ik bij de wijkraad gegaan. Inmiddels weten we, bestaat die, hè? Dus dan weten we volgt allemaal. Dat is dus in 7 jaar gelukt. En een jaar geleden, toen kwam een hele enthousiaste dame bij ons, Franca, hier zo. Ja, ik ga je even in het middelpunt zetten. Franca. Ja, ik ken Franca wel. En Franca die kwam bij de wijkraad en die zei, ik wil leuke dingen gaan doen voor kinderen. En daar heb ik geld voor nodig. En toen zei ik, ja, dat geld dat komt niet uit de lucht gevallen, weet je wel. We hebben geprobeerd, we hebben gekeken, is niet gelukt. En we hebben als wijkraad wel wat subsidie. Maar al die kinderactiviteiten die zij organiseert, die kosten ergens tussen 1500 en 2000 euro per jaar. Gratis voor de kinderen. Hartstikke leuk. Maar zoveel geld krijgt de wijkraad niet van de gemeente. Dus ik zei tegen Frank, je moet maar proberen dan geld te gaan verdienen. En toen ging ze kinderen met u allen. Dus daarom zit u hier iedere week, of iedere maand, sorry. Iedere week zou een beetje enthousiast worden. Daarom zit u iedere maand de opbrengst van het kinder gebruikt zij om die kinderactiviteiten te organiseren. Dus u zit hier voor een goed doel, zijn we heel gelukkig mee. En tegelijkertijd was er ergens in de Sleedoren, dat was ooit de Heeswijk, nu is dat een deel van de Heeswijk, waren er wat enthousiaste mensen, Mark en Nadia, zijn vrouw, ik zet je ook even licht door meid, die waren bezig met de buurtfeest te organiseren. Hartstikke leuk, eerste jaar ben ik geweest, tweede jaar kon ik in verband met de verjaardag niet. Maar bij de Sleedoren, leuke buurtfeesten, ook laagdrempelig, weinig kosten, omdat ze zoiets hadden van, het moet een beetje gezelliger worden in de Heeswijk. Hebben ze nou 2 jaar op rij gedaan. En toevallig wonen Franca en Mark en Nadia niet eens zo ver van elkaar vandaan. En in het begin kwamen ze allebei een beetje bij mij met, ja, maar ik was dat toch aan het doen hier. Waarom doen zij dat dan nou ook al? En zo ging dat dan een beetje. En toen zei ik, ja, maar weet je hoe groot die Heeswijk is? Er wonen 7.500 mensen. Hè? Er kan best wel wat meer dan één ding georganiseerd worden. Komt helemaal goed. Nou ja, zo ging dat dan een beetje. En in ene keer, toen zei ik tegen ze, misschien moeten jullie eens wat met elkaar gaan praten of zo. En morgen gaan ze naar de notaris. En dan is er officieel een buurtvereniging. Vereniging zijn, dan zijn we ook gewoon, hebben we meer ballast zeg maar, voor de gemeente en ook voor alle subsidie aan te vragen. We krijgen dan veel eerder subsidie en veel eerder dingen mogelijk, zeg maar. Dus dat maakt ook dat we het waterpret 30 juni fantastisch gaan maken. Het buurtfeest wordt groter. Dus eigenlijk alles wordt groter en beter en mooier dankzij de buurtvereniging. Ja, en dan is het vanaf nu een feit. De Heeswijkse Kampen heeft een vereniging. Een buurtvereniging. En bij mij heb ik 3 van de mensen die er heel dichtbij betrokken zijn. En de anderen zijn heel druk bij de bingo. Stel je allereerst even voor, alsjeblieft. Ik ben Marcella Huffman-Doppenberg. Ik ben Mark Jansen. En ik ben Raymond Hak. En wie mag ik het woord geven om te vertellen van wat voor iets moois hier ontstaan is? Mark? Ja, dat is prima. Ja, we zijn begonnen met allemaal buurtfeesten te organiseren. Ondertussen was Franca bezig met de kinderactiviteiten. En ja, uiteindelijk is dat samengesmolten tot een, iets moois. We hebben een aantal maanden vergaderd samen, ups en downs gehad. Maar nu zijn we gewoon een bruisende, bloeiende vereniging voor de hele Heeswijkse Kampen. 7000 inwoners, 2000 huishoudens. Ik hoop dat iedereen zich aanmeldt. Ja, ik hoor al geluiden van mensen zo van, maar er was toch al lang een buurtvereniging, maar dat is helemaal niet. Voorheen had je dus het wijkbestuur en die deden wel dingen organiseren, maar dat was niet specifiek voor de, dat is meer zeg maar tussen de buurtvereniging en de gemeente in. En wij moeten echt de brug worden naar de mensen toe en daar ook een invulling geven in allerlei activiteiten ondernemen. En dat is wat mij betreft ook veel interessanter voor de mensen zelf in de wijk. En ik denk dat daarom allemaal wel nodig was dat wij er waren, dat wij zijn gekomen. En op hoeveel mensen hopen jullie in deze vereniging? Ja, kijk, in de eerste instantie hebben we een berekening gemaakt voor het aantal inwoners in de Heeswijk. Er zijn er dus 8000. Je hebt 2000 huishoudens. Dus ja, we gaan er eigenlijk vanuit dat je in het eerste jaar, 2 jaar, wel 200 leden gaat krijgen, huishoudens. Hè.
Maar dat is ook een hele klus dan als al die mensen mee gaan doen om daar iets leuks voor te organiseren. Want ik neem aan, het is voor jong en oud en alles wat er tussenin zit. Ja, we hebben een fantastisch activiteitenbord gemaakt. Die staat nu op www.deheeswijksekampen.nl. Dus deheeswijksekampen.nl. Daar kun je dus de folder downloaden. Hij wordt aankomende week wordt die bezorgd in heel de Heeswijk. Dus ja, die kan je zeker nog wel zien. We proberen overal met communicatiekanalen ja, die folder en die flyer naar voren te brengen. Want het is echt een fantastisch activiteitenbord. Ja, een klein tipje van de sluier. Wat gaat er... Een paar dingen die er gaan gebeuren? Ja, ons uithangbord wordt natuurlijk het waterfeest. We gaan proberen zoveel mogelijk natte activiteiten in de zomer te doen. Dus, en we krijgen het buurtfeest, eigenlijk waar dat het allemaal om begonnen is. Nou, mensen die lid willen worden van de buurtvereniging, die zijn natuurlijk verzekerd van leuke activiteiten heel het jaar. Het is niet zo heel duur, hè? Wat gaat het kosten per jaar? Het is €15 per jaar. En ja. 1,50 per maand als je per maand betaalt. Nou, kijk eens aan. Al die informatie is terug te lezen op deheeswijk.nl. Deheeswijksekampen.nl. En dan nu allemaal naar de bingo, want ik heb begrepen dat de opbrengst hiervan ook alweer voor de kinderactiviteiten is, toch? Jazeker. En ik wil ook een node brengen aan alle sponsoren. En gefeliciteerd met jullie mooie nieuwe buurtvereniging. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt.